eens een race. Een race. Samen met Laurens en Jerry. Dat is een lange race. Nee, hey, kijkers van Gonzi Games. Mijn naam is Laurens, ik ben hier samen met Jerry. En waar zitten wij op, Jerry? De DAD-server. Jawel, ja, de originele enige echte DAD-server. Ja, en wat gaan wij hier doen? Durpen. Waar ben je nou? Want dan ik knal bijna tegen. Nee. Is dit een eiland of is dit voor mijn moeder? Weet je wat? Waar zit jij nu dan? Ik kan jou niet vinden, mijn naam. Zit jij bij zo'n desert of wat? Ik zit bij een desert. Ik zie je al. Kijk, daar ben ik. Oh. Nee, maar wij gaan nog een serietje hier starten. Wij gaan op de DAD server. We gaan af en toe wat bouwen en zo. En af en toe. We gaan gewoon iets claimen. Ach, officieel niet, maar we doen het gewoon. En we gaan een heel dorp bouwen. We gaan een dorp bouwen in medieval style een beetje. Vooral in medieval style. Ja, dat is wel het makkelijkste. Tenminste, daar ben ik het beste in. Ja, niet toe. En ondertussen gaan we ook proberen van alles te maken zo. We willen het mooiste worden hier natuurlijk, zo simpel is het. Ja, dat moet toch best lukken? Nee, dat is zo. Alleen ik weet niet wat zie je denken van Noordic style. Ik ook niet, eigenlijk niet. Maar we zien het wel. Ik zie daar wel heel veel creepers staan. Zie je? Let's go get him. Familie creeper. Oh! Hey! Dat is een heel gezin. Wegwezen. Kijk, daar heb je oma, daar heb je opa. En heb je kleinzoon. En ik heb buskruid. Nee, maar wij gaan hier. We gaan ondertussen gaan van alles filmen zo. We gaan nou even een plekje zoeken eigenlijk. Dus we gaan even ronddurpen. Durp. Dus, jullie zijn gezellig met ons mee dat wij aan het ronddurpen zijn. Ik heb wel anderhalf hartje. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb een appel. Ja, die had je van mij. Ja. Toen ik dood ging. Ja. Ja, snap ik. What the fuck? Kijk die skeleton. Die heeft ook al een... natuurlijk, het is Halloween. Misschien is het zo'n plug-in. Maar ik ga niet tegen een skeleton vechten. Ik wil uit je sand desert hier weg. Ja, nou, ik ga met je... Wow, what the heck. Oké, we dachten dat we al een beetje afgelegen begonnen te zitten. Maar dat viel een beetje tegen, zo te zien. Is het zo? Ja, want hier is weer een enorm bouwwerk. Uit. En daarachter is een mountain biome met een gigantische muur, oftewel nog een bouwwerk. Nog een bouwwerk. Nou. Dat is een beetje het nadeel van dit soort servers. Het zit altijd helemaal stampvol met bouwwerken. Ja, hey, ik zie daar een paard met die en ik zie een paard met gauw. Kom, we jatten een weg. Zullen we dat maar even niet doen? Nee, oké. Okay. Dadelijk hebben wij het weer gedaan en dan... Dan weten we het weer. Dan word je geband van de DAD-server. Ja. Nou, iedereen momenteel loopt er een actie via de DAD-server. Ik kan er nou tot en met morgen, kan je er nog voor een eurotje op, moet je even een actiecode invoeren. Kijk even daar op het D-kanaal, daar staat alles wel op. Maar wil je ook op deze kanaal komen, wil je ons joinen, wil je ons meehelpen met onze stad, dan ik zou zeggen van koop die coupon van u, of koop een whitelist voor een euro en dan kun je gezellig met ons meedoen. En als je geen zin hebt om een whitelist te kopen, dan kan je altijd nog naar de Mac gaan om een hamburger te kopen. Ja, een euroknaller. Euroknaller hamburger. Dus bij deze reclame voor de McDonald's, een euroknaller. Euroknaller, lekker hoor. Maar we zitten hier nog steeds bevolking. Ik denk dat de meeste mensen gewoon hetzelfde idee hadden, zo ver mogelijk van de rest weg. Maar ja, als iedereen dat doet, dan kom je automatisch weer bij de rest. Ja, precies. Dus wij moeten slim zijn, wij moeten gewoon zo dicht mogelijk bij de spawn gaan bouwen. Ja, dat lijkt me een slimme optie eigenlijk aan de ene kant. Maar ja. Ja. Ik zie nou, een jungle. Hey, dat is wel een mooi poorthuis. Ik zie een kist. En daar kan ik niet in. Nee, Hey, hier is iemand bezig. Lol. Ik heb gratis hout. Ja, hier is iemand bezig. Ik heb hier bomen. Dus ik denk dat wij ondertussen maar even een plek gaan zoeken. Hoi. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot aan de volgende aflevering. Ik weet niet hoe vaak ik dit ga uploaden. Ik kan wezen dat ik het één keer om de twee weken doe. Ga ik even af hoeveel likes ik krijg. Dus minimaal bij 10 likes komt de volgende deel. En dan komt het wel goed. Jerry, heb jij nog wat te zeggen? Like, subscribe. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer, mensen. En we gaan nog even genieten van de zonsopgang. Oh, waar is de zonsopgang? Waar is die? Want ik zie die bomen nog niet. Die zijn er niet gespawnd bij mij. Dus ik heb een mooie zonsopgang. Dus dit is het perfecte einde. Mensen, ja. Tot ziens. En tot de volgende. Later.